Op de afdeling orthopedie zien we met regelmaat honden met botkanker. Verschrikkelijke diagnose natuurlijk. En zoals jullie wellicht weten zijn wij druk bezig met een onderzoek naar een behandeling tegen botkanker. We zijn een vaccin aan het testen. Daarvoor zoeken we nog patiënten. Zowel honden waarbij we de poot niet amputeren als honden waarbij we de poot wel amputeren. En ik krijg met regelmaat de vraag van eigenaren of je bij een oudere hond of bij een hond een groot hondenras wel de poot kunt amputeren. Nou ja, een filmpje zegt meer dan 1000 woorden. Dus...